En dan nu een nieuw avontuur van Dikkie Dik. Ja! Inderdaad, kindertjes. Kom er maar gezellig bij zitten. Dikkie Dik is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering, zeg hij. En wat ziet hij daar? Dikkie Dik, een auto. Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar? Dikkie Dik, radio. Een pionierradio, ja. Maar wat is er met die radio aan de hand? Jij? Ja? Dikkie heeft die, zit die met Dikkie Dik, heeft die, zit die met die, heeft die een frontje? Het frontje zit er nog op, ja! Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n radio willen hebben? Ja. Dikkie Dik ook? Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars de dieruiting. En meteen begint het alarm op de auto te loeien. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepser de poeps, wie komt daar aangelopen? Politie. Is de politie? En de politie, die gaan naar Dikkie Dik. En dan krijgt Dikkie Dik van de politie. Je moet met mij... De politie, ja. Politie. Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gaan gebeuren, denken jullie? Gevangenis van Dikkie Dik. Nee. Dikkie Dik moet naar de gevangenis. Niet waar, wat is dat? Nee, de politie is niet waar. Ik denk het niet, hoor. Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 half automatisch. En hij schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent aan de hand? Die is ziek. Die is hartstikke dood. En eindelijk kan Dikkie Dik met een gerust hart naar huis. Ja, samen met zijn radio. Met zijn radio, ja. En thuisgekomen gaat Dikkie Dik lekker lang uit op die grote sofa liggen. En hij zet een hele gezellige grote dikke... Spuit heroïne in zijn pootje. Nou, dat was mij een spannend avontuur van Dikkie Dik, zeg. Ja. Ik zou maar zeggen, dag Dikkie Dik. Tot de volgende keer.